Latios en Latias liepen door het bos en Jodela, Jodela, wat een fijn dag. Latios en Latias gingen naar René-kaart, Jodela, Jodela, hij doet alle pijn. Hij zit naar mij te kijken, waarom komt dit nummer nou, alsjeblieft, ik krijg het nooit meer uit mijn hoofd. Maak me maar die pakjes open snel een beetje, want anders gooi ik dadelijk wel iets naar je hoofd. Latios en Latias, eerst weer een promo met pinda's en weet het allemaal nog meer. Hallo René vandaag. Mocht er een fout zitten in de set, is het best. Goedemiddag allemaal en welkom bij dus, ja, Latios en Latias, de Dragon Majesty. Hele mond vol. Ik haal altijd Latios en Latias door elkaar heen. Dus laten we gewoon beginnen met de Latias of de Latios. We beginnen gewoon met de Jos. Jas komt later wel, want zo koud is het nou ook weer niet. Dus we beginnen wel met Latios, waarom ook niet? We hebben in ieder geval een hele mooie pin. Want je kunt pinnen. En als je de andere pin erbij legt, dan heb je pinnen. En dan kun je pinnen bij... Nee, kan nooit. Zegt wat een slechte woordgrappen allemaal. Hoe verzint hij het toch? Ik weet het niet. Gezondheid. Mensen die zitten extra van... Ah nee, ik moet hoesten, maar daarna verstoort het de hele video. Ik zou niet helpen. Gebeurt hier vaker. Ze mogen gewoon gezellig praten. In ieder geval, ik weet weinig over deze set. Het enige wat ik in weet van deze set is dat Latios en Latias erin zitten. En dat we geen Eevee erin hebben zitten. En dat maakt mij boos. Gooit gewoon eens op de grond. Nou, we hebben in ieder geval beginnen even heel mooi met deze promokaart. De Latios. Ja, ik ben ook al allergisch voor Latios hoor. Het is geen Eevee, dus... Sorry. Waarschuwing ondertussen. Ik moet wel zeggen, de pins die zijn wel heel erg leuk. Pin, 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 pin. Ik zal heel eventjes... Close-up van de pin. Wat leuk. Op mijn schermpje ziet het er nou net uit als een pokeball. Echt serieus, cannot be unseen. Dat is dat pin dat op de achterkant erbij zit, een beetje een dopje. Maar ik zal hem zeker eventjes in beeld houden. En dan hebben we dus 3 pakjes van Dragon Majesty. Wat leuk. Volgende grap van Dragon Majesty. Dragon Ball Majesty. Alles is een Dragon Ball. Jij krijgt een Dragon Ball. En jij krijgt een Dragon Ball. Je hoeft je, als je wil lachen, gewoon lachen. We zitten hier nog steeds live in de winkel. Dat hebben we de kijkers ondertussen ook wel door. Dat mag natuurlijk ook. Dat is weer een andere vorm van... Is het niet gezond? Gaat het? Ik weet het. Schaduwkopje? Nee? Oké. Goed, eerste pakje. Spannend. Waarschijnlijk is deze set nogal behoorlijk gefocust op... Ik moet heel even spieken hoe dat hier zit. Oké, ik kan het gewoon helemaal omdraaien. Maakt echt heel weinig uit. Dit is net zo'n setje namelijk als Shining Legends. Alleen ik weet dus niet 3 of 4. Ik ga gewoon voor 4. Het is... Ik hoop dat het 4 is. Anders hebben we nou gelijk de holorare. Oké, nee. We hebben appeltjes groen. Gaat goed. Phew! Oké, we hebben het goed gedaan. Appeltje Schroen, Slazzle, Zygarde, Drampa, Youngmo, Totodile, Swablu, Corsola, Kangaskhan, High Dragon, Reverse Hollow. Gaan we gelijk beginnen met... Blaine Last Stand. Hij is kaal. Hij heeft zijn pruik niet op. Ik serieus, ik zal hem heel eventjes mooi... Kijk, mooi. Wat doet hij eigenlijk? You can play this card only when it's the last card in your hand. Draw 2 cards for each 5 Pokémon you haven't played. Kan handig zijn voor een vuurdek. Zeker heel erg leuk. Wacht eventjes, moet wel eventjes... Kaart maintenance, daar ben ik heel goed in. Waar is ons promo? Die moet er in het midden. Samen hierbij. Gezondheid. Graag gedaan. Echt serieus. Al die draken, al dat stof. Ja, Eevee, je bent geweldig. Je bent je lieve... Oh ja, wij zijn een video aan het maken. Sorry daarvoor. Wij gaan door naar het tweede pakje. Ik heb hier gezellig ook een paar toeschouwers bij zitten. Die zeiden tot ze geluk brengen, dus... Er zit heel veel stress op hun schouders. Tot nu toe werkt het nog niet hoor. Auw! Nagels zijn hier te lang voor. Nee. Iedereen zit maar op mijn handen te kijken. Flop. Ik vind het heel gek, ik vind het niet kunnen. Schandalig gewoon. Zo. Weer. En dan beginnen we dit keer met Fire, vuurenergie. Croconaw, no, Milotic, Heatmor, Dratini, Kangaskhan alweer, Litten, Horsea, Torchic, Reverse Hollow Swablu, Oh, we hebben iets, Kijk eens, een Altaria GX. Hoppakee. Nice, denk ik. Hoop ik. We hebben in ieder geval een van de Dragons pakken gekregen. Ik moet zeggen van ja, het is wel een beetje gefocust natuurlijk op Dragons. Dus we moeten natuurlijk wel Dragons vinden. Dragons, snap je? Dragons, hoe vaak ik Dragons zeg in deze? Maak ik accounts bij, pak pen en papier, goed voor bij. Zo, dat was eventjes een hele mond vol. Goed, gaan we voor een dubbelpool. Ik bedoel serieus, hè? We hebben Latios en Latias, we hebben 6 pakjes. Deze die moet daarbij, deze die gooien we daarbij. Hebben we hier nog één pakje? Nog niet die spannende muziek. Denk erom. Nou, ze hebben in ieder geval niet gelogen, ze brengen inderdaad geluk. Ik bedoel serieus. Altaria! GX. Auw. Weer. Ja, en wauw zit ook auw. Wacht even. Er wordt hier gefeestvalmd, ik snap er alles van. Nou, houden jullie eventjes die bij? Heel fijn. Ja, ik heb hier nog steeds Team Eevee natuurlijk ook zitten. Hashtag Team Eevee. Team Eevee is awesome. Er zit hier geen Eevee in deze set, ik weet. Okay. Dat is juist wat er ontbreekt aan deze set. Wat zou deze set nog beter maken? Eevees. Nou, maar het is een drakenset. Ja, nou en Totodile zat er ook in. Ja, waarom Dragon Eevee? Ja, dus daar is ook een reden voor. We hebben Sylveon daarvoor. Die is juist anti-Dragon. Haha. We hebben Sylveon hier nou zitten, krijgen we ruzie mee. Sta. Hè? Ja, Glaceon vindt het ook 10 keer niks. Staalenergie. Croconaw. Dragonair. Dragon Talon. Dragon this, Dragon that. Horsea. Dratini. Vibrava. Sweet mystical bouncing Dragon Balls. It's Magikarp. Erik, ik ben net zo verbaasd als jij. Magikarp is nu een Dragon type dus. Waarschijnlijk. Hij hoort hier zeker bij. Youngmo. Oh. Reverse Hollow Horsea. Gaan we voor een dubbelpool? Ja, we gaan voor een dubbelpool. En nog eens. Nou, dit dubbelig kan niet gewoon. Ik zie dubbel. Ik keek schil, maar dat zie je niet op de camera. De mensen hierachter die zitten echt zo van: waarom zit je schil te kijken? Niemand ziet het van de kijkers. Je hebt geen facecam. Serieus. Je faalt. We hebben even een papier gedaan. Je mag gewoon lachen hoor, dat maakt niet uit. Je mag gewoon lachen. Lach me maar uit. Altijd toch. Ik bedoel serieus, ik zeg dubbelpool. Krijgen we 2 keer een Altaria GX. Achter elkaar nog eens een keer. Dat verzin je niet. Dat oesteren. Hè? Nee, niet hetzelfde. Nee, je kunt niet twee... Zelfde doos, 2 keer achter elkaar. Hoppakee, Altaria GX. Poef. Robin Hood en Kleine Jan. Nee, niet Robin Hood en Kleine Jan. Latios en Latias. Nee, Altaria en Altaria. We gaan gewoon door naar de volgende doos. Krijgen we dadelijk Rayquaza of Rayquaza en Asa, weet ik veel. We maken er van alles van. Nee. Keur het gewoon open. Nee. Even luisteren. Er wordt gefluisterd achter voor mijn rug. Het is gewoon een leuk accent. Voor mijn neus. Ze zeiden namelijk iets wat je niet kon horen. Ik weet niet waarom. Geen idee. Ik was het niet. Auw. Je zit hier nooit veilig in de winkel. Dat ging iets te ver. Zo. Als de facecam er nou bij zat, echt verpakking, dat vliegt je om de oren hier. Doe dit niet thuis, want echt serieus, je krijgt ruzie met je papa en met je mama. Ik krijg ruzie met René. Het is nog maar de vraag of ik veilig thuis kom. Ja. Dan komt er dan ook heel even stiekem dat gezichtje van nee, ik denk het niet. Oh, wat flauw. Ja, dat nogal. In ieder geval, hier hebben we dus de Latias. Ja, die jas die moet weer uit de kast, want het wordt natuurlijk weer kouder. Het is herfst ondertussen. Ik moet er deze beweging eventjes bij maken, zie ik achter de schermen. Ja, zo deze beweging, helemaal goed zo. Nee, niet doen. Oké, sorry, ik stop al. Ja, een Latias. Die is nooit op tijd, die is altijd te laat, die jas. Oh, wat een slechte pun. Nou oké, dat was geen slechte punt, dat was een slechte pin. Kijk, want hier hebben we de pin. Iedereen zit hier te cringe van hier tot en met ginder gewoon. Ik neem ze nog niet eens kwalijk. We hebben nog 3 pakjes, laten we er maar mee doorgaan. Anders zijn we dadelijk nog te laat. Jas. Knak. Ik pak gezegd heel goed open hoor. Het zijn weer van die promo's. Weet jullie nog van de tijd van Generations? De Generations, zoveel Eevees dat erin zaten. Oh, inderdaad. Elke keer als je Generations opende. Ah, dat was geweldig. Dat waren de tijden, jongen. Vroeger toen er nog Generations in de bakjes zaten. Dus je Generations zo overal uit kon halen. Ai. Juist. Het was vroeg vanochtend. Vergeet niet, ik zit hier live in de winkel. Dus ja, dan moet ik altijd vroeg opstaan in verband met dan moet ik hier naartoe. Dus ja, dan... Appeltjesgroen. Charmeleon. Dragonair. Lapras. Tarunga. Horsea. Feebas. Waarom nou weer in de nep Magikarp? Ik bedoel, Magikarp, awesome. Feebas, nee. Leroy haat me nu. Wishy-washy, ook zoiets. Is dit nou serieus de Legend of the Dragons of is dit nou de Legend of the Fish? Ik zou eerder zeggen van, nou kijk eens aan zeg, wat een visboel. René's winkel is nu een viswinkel geworden. We hebben Wishy-washies, we hebben Magikarp en we hebben net Magikarps. En een Vibrava. En een Swablu, dat komt heel goed uit met die Altaria. Gaan we voor een derde Altaria? Kom, hele collectie, heel de set. Kai Urem. Ik zeg het verkeerd volgens mij. Kyurem? Kyrim? Kyurem. Dank je. Ik hoop dat dat te horen ook was voor jullie. Ik ken het niet uitschelden helaas, maar niks. Ja, uitschelden, dat is Brabant. Scheldwoorden hoeven niet altijd scheldwoorden te zijn. Hé. Hey. Paas erop, hè. Wij zijn heel vriendelijk, wij schelden niet in onze video's. Er wordt allemaal gecensureerd. Nee. Er komt een hele irritante piep en dat is jouw schuld. Graag dan. Jee. Pas op, of je krijgt ook een nep Magikarp. Oh ja, graag. Ach, dan word je blij mee met de Feebas. Ik ben blij. Nee, blij was in de vorige video de blij. Hier, hopelijk zit hier geen blij in. Niet weer de blij. Blij. Vuurenergie. Lapras. Dagmanitan. Ik kan echt het niet uitspreken meer vandaag. Seedra, Swablu, Trapinch. Kangaskhan, goh, die hebben we al vandaag niet vaak gezien of zo. Horsea, Corsola en Hoppakee, we hebben een Prism, we hebben Lance. Dat was ik helemaal vergeten dat hij inderdaad op de plek zit van de Reverse Hollow. Dragonite. Nou nee, het is de Prism, het is geen Dragonite, het is gewoon Prism. You can play this card only if one of your Pokémon was knocked out during your opponent's last turn. Search your deck up for... Is dat een 7? Oh nee, dat is een 2. Echt serieus, je zit net op dat lijntje van de Prism. Ik weet niet, close-up, extreem close-up. Serieus, die twee hebben ze heel erg leuk gekleurd. Twee Pokémon en put them into your bench. No. Sorry, maar dat zijn twee Dragon Pokémon, maar is dan een Ultra Ball niet... Ik weet niet of deze echt zo handig zou zijn. En we hebben ook nog de Hollow Rare Zekrom. Yay! Die hoort daarbij. Goed, dus we hebben een Prism. Krijgen we nog... Ik wil op zijn minst een derde Altaria. Of, ja, we willen een derde Altaria. Wij gaan gewoon voor de derde Altaria. Spannende muziek is begonnen. Laatste pakje. Ja, dat horen jullie hier nou allemaal niet. Iedereen denkt van, waar blijft die spannende muziek? Nou, de kijkers thuis die horen hem wel hoor. Als ik het pakje tenminste open krijg. Oh boy. Ik zou maar gelijk omdraaien. Spannende muziek is eigenlijk mede mogelijk gemaakt door onze Magikarp trainer. Nu mee. We beginnen even met 4 kaartjes zo en we draaien de boel om. Eens kijken of we iets speciaals hebben. Psychic energy. We hebben een iPhone. Echt serieus, voor de mensen die de randomizer hebben gekeken. Nep Eevees. iPhones. Ja, via phony. Nep iPhone. Daar hebben we weer Kangaskhan. Magikarp! Ja hoor, daar is hij weer. Magikarp, Youngmo, Totodile, Swablu. Echt serieus, we hebben zoveel Swablu's. Kom nog met een extra Altaria, waarom ook niet. Corsola, Reverse Hollow, Fur Alligator. Het is een Altaria. Nou, ik heb nooit gezegd dat de derde een Altaria GX moest zijn. Het is een holograir Altaria. Ik vind het prima. Met een fight song. Your dragon Pokémon attacks do 20 more damage to your opponent's active Pokémon. Before applying weakness and resistance. Spannend. Dus ja, ik moet heel eerlijk zeggen, de Latios en de Latias, wie was nou wie ook alweer? Oh ja, de rode was de Latias. De Latios, dat was inderdaad van, kijk nou toch eens, ja, ik heb hier twee kaartjes, ik heb hier speakbriefjes, speakkaartjes. Dus, op zich kan ik wel zeggen, we hebben wel een hele mooie pool. Dubbelpool. Zo'n dubbelpool, dat een dubbelpool is. Dus ja, ik ga heel eventjes weer de camera heel eventjes weer draaien voor een leuke outro. Ik denk dat je deze helemaal in de nee, een dubbelpool een dubbele Altaria. Yeah. Eigenlijk hadden we een triple Altaria, maar de ene dat was er net niet. Zo sta ik eigenlijk de pinkers om zeg. Sorry. Even een beetje uitzoomen. Nou. Oh jee, je gaat gekke bekken trekken, jeetje. Wauw. Je doet ook serieus wat. Nou is het gewoon om de mensen die dus omheen zitten om in het lachen te krijgen. Door gewoon de hele tijd gekke gezichten te trekken. Maar dat werkt. Maar it's super effective. Maar we hebben een beademingsapparaat hier ondertussen nodig. En clear! Poep, 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 poep. Ja, ik heb mijn BFV. Ik serieus maandag weer gehaald. Weet je wel, hoedje van... Ja, iedereen kan nog reanimeren. Gewoon hoedje van papier zingen. En maar goed, we hebben dus in ieder geval hele mooie pro's te bakken gekregen. Je ziet net zijn schouder, maar dankzij hem moesten we censureren. Je ziet net zijn schouder. Maar... nee, echt niet. Want dan komt er even nog een René gezicht. Nee, oh, het maakt... Als je alleen mijn schouder ziet, dan niet maar. Ja, half, misschien net half een beetje een gezichtslijntje, maar dat ben... Ja, dan ben ik ook bekend. Dat is leuk. Ja, dat is mooi. Hij wil graag bekend zijn. Hij zorgde ervoor dat er gecensureerd moest worden. Schaam je! Hij wordt al gewerkt. Nou, dat is mooi. Moet ik daar weer BHV-cursus gaan doen? Noem op, schiet allemaal wel niet op. In ieder geval hebben jullie dus ook al van Dragon Majesty. Dragon Majesty. Van de Dragonsoort. Hebben jullie daar ook al een paar pakjes van opengemaakt? En heb je toevallig daar dus een ja, leuke kaart, favoriete kaart? Laat zeker weten wat daar jouw favoriete kaart natuurlijk bij is. Bij mij is het op dit moment Altaria, omdat zoiets kun je natuurlijk niet zomaar plannen tot nog twee GX'en van exact dezelfde. Oh, wacht, nee. Bam! Sound effects. Maar laat het zeker weten in de reacties als jullie daar de tijd voor hebben. Verder wil ik jullie natuurlijk ook op attenderen of jullie dolgraag een keertje een livestream zouden willen zien met de Pokémon Trading Card Game Online. Waarin dat wij waarschijnlijk ook nog eens een keertje van deze leuke codes ook nog misschien een keertje weg zouden geven. Laat weten wat jullie daarvan vinden natuurlijk in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Verder dank ik jullie voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Laat er een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En niet te vergeten, deze video is mede mogelijk gemaakt door... En hebben we natuurlijk heel veel Luckyon gehad. #Luckyon. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.